En als ik dan die sigaren zie en ik zie dit gewoon en ik weet gewoon dat dit zo uniek is eigenlijk in boven de rivieren zou ik zo willen zeggen. Daar ben ik gewoon heel trots op. Dat mogelijk is, dat ik de mogelijkheid heb gekregen om zoiets iets moois te doen. Groningen krijgt een echte sigaren-speciaalzaak. En dat in het hartje van het centrum, namelijk aan de Waagstraat. Aanstaande donderdag opent de zaak de deuren. Voor eigenaar Rinse van Gans een droom die uitkomt. Groningen kende al eerder tabakzaken, maar volgens Rinse is dit concept helemaal uniek. Dit is er nog nooit geweest in Groningen. Dit is er ook met Homan niet en de zaak op de Vismarkt. Dit is gewoon absoluut uniek. Dit is nog nooit in het noorden geweest. Niet in Drenthe, niet in Groningen, niet in Friesland, nergens niet. Dit is eenmalig. Ja, en wat maakt het zo uniek? De humidor. En wat is de humidor? En de humidor, dat is een klimaatkamer. En in deze klimaatkamer worden alle sigaren uit Cuba en uit Midden-Amerika worden op een zodanige luchtvochtigheid gehouden dat ze perfect blijven. Ja, want ik voel het ook een beetje. Ja, het is net alsof je op vakantie bent in Costa Rica, zal ik maar zeggen. Er zijn er net geen schildpadden van die giftige kikkertjes. Nee, maar het is hier heel vochtig en het blijft hier ongeveer 18, 19 graden in deze kamer. Maar de luchtvochtigheid loopt op tot 72%. Het klinkt misschien wat gek, een tabakzaak openen terwijl de anti-rookbeweging groeit. Toch heeft Rinse daar maar weinig last van. Nee, ik krijg op zich geen negatieve reacties. Ik begrijp het wel. Kijk, roken is ongezond. Als je zo'n soort sigaar rookt, dat doe je alleen maar op momenten en dat je de tijd hebt. Dus dat je even een uur, anderhalf uur, twee uur de tijd hebt. Nou, hoe vaak heb ik anderhalf uur, twee uur de tijd in de week? Dat is niet zoveel. Dus ik rook zelf misschien 3, 4 sigaren in de week. Maar dan heb ik gewoon de tijd om er ook echt van te genieten. Want zo moet je het gewoon zien. Dit sigaar roken is genieten. Net als met whisky, chocola, koffie. Daar geniet je gewoon van. Rinse verkoopt sigaren in alle soorten en maten. Dus ook hele dure. Bijvoorbeeld deze kist. Dat ik deze kist mag verkopen hier. Dat is gewoon heel bijzonder. En ik heb hierboven... Want wat is er zo bijzonder aan? Dit is zo uniek. Hier zijn maar heel weinig kisten van überhaupt op de wereld, net zoals... Wat kost dat dan, als ik vraag mag? Ja, wil je het echt weten? Ja, echt weten, ja. Nee, dit is zo uniek, hier ben je 1100 euro voor kwijt. Voor 1100 euro? Ja, voor deze kist, ja. Dat heb ik wel, maar ik ga het er niet voor uitgeven. Er zijn dagen dat ik minder op zak heb, ik geef het eerlijk toe, maar kijk... Is dit ook het duurste wat je hebt? Dit is het allerduurste wat ik heb, ja. Zou je zeggen dat sigaren en roken eigenlijk een beetje een subcultuur is? Ja, dit is een subcultuur, ja absoluut. Niche is een mooi marketingwoord, maar in feite is het echt een subcultuur. Net zoals je volkstuintjes hebt, is ook een subcultuur. En jullie radio en tv mensen is eigenlijk ook een klein subcultuurtje. Maar dat zie je met sigaren is dat ook. En ik ken, en dat is mooi van social media, ik ken zoveel mensen over de hele wereld. En die worden me door één ding gebonden, en dat is de sigaar of de tabak. Denk je dan ook dat mensen uit het land speciaal hiervoor misschien wel naar Groningen zouden komen? Ik weet, ik heb sinds dat dit ook in de krant heeft gestaan, dat deze zaak er is gekomen en ook erkenbaar is gemaakt dat deze winkel er komt. Volgende week vrijdag komen een aantal mensen uit Den Haag. En die komen hier om deze winkel te bewonderen en ik hoop ook sigaren te kopen. Die komen speciaal uit Den Haag of uit Roermond of Almere. Of roken nou slecht is of niet, Rinse kun je niet blijer krijgen dan met een sigaar. Als je 1 of 2 keer in de week een sigaar mag roken, dan ben je een gelukkig persoon. Want dat betekent dus dat je even tijd voor jezelf hebt. Ja.